De oud-burgemeester van Helmond, Fons Jacobs, heeft nog altijd veel last van het feit dat hij werd bedreigd. Dat zei hij gisteravond op de Limburgse zender L1. Jacobs moest 9 maanden onderduiken. Het laat je nooit los. Het is iets wat gebeurt en waar je nog iedere dag opnieuw mee geconfronteerd wordt. Op het moment dat je bedreigd wordt, dan schrik je wel even. Maar je denkt, ja, wat moet men met mij? Maar naarmate dat langer gaat duren, dan gaat de angst toenemen. Je hele gezinsleven wordt ontwricht, privé wordt gewoon afgenomen. En als dat in een periode, dat zoals bij mij, 9 maanden duurt, dan ga je langzamerhand ook realiseren dat je loskomt van de werkelijkheid. Jaren later weet Jacobs nog steeds niet uit welke hoek de dreigementen kwamen. Hij was door L1 uitgenodigd om te praten over bedreigingen, omdat ook de burgemeester van Kerkrade daarmee te maken heeft. Jacobs vertelde verder dat hij in de periode dat hij bedreigd werd, heeft overwogen te stoppen als burgemeester, maar dat hem te ver ging.